zijn ze nog niet te pakken. Het is zaterdag, dan kunnen ze lekker uitslapen. Ze hoeven nergens naartoe. Oh, maar het is zo saai als Kasper tot zo laat uitslaapt op zaterdag. Gelukkig doen ze dat alleen maar op zaterdag. Waarom? Omdat Emma en ik dan bij jou en Kasper logeren. Dat is waar ook. Dan is een zaterdagochtend toch niet zo saai als ik dacht. Nee, vandaag wordt een leuke dag. Ik vind het leuk om te komen logeren, Elpje. Maar daar blijft het wel bij. Oké. Ja, nu ik erover nadenk, wordt het toch eens tijd dat we ze wakker gaan maken. Ook al is het zaterdag. Kom mee. Goedemorgen, Emma. Wakker worden. Ja, maar ik... Wakker worden! Kasper! Wakker worden! Goedemorgen. Hé, hey Kasper. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed geslapen? Denk eens aan je beste vriendje, krijg je dan een goed gevoel. Samen heb je altijd pret, lachen, spelen, dolle boel. Kasper speelt heel graag met Emma, beste vriendjes elke dag. Wat er ook weer gaat gebeuren, ze zingen met de dag. Vliegen met z'n twee, als je wilt, mag jij dan mee. Vliegen met z'n twee, Kasper en Emma vliegen mee. Ook een knuffel is een vriendje, helemaal voor jou alleen. Als je pijn hebt of verdriet, helpt hij je er echt doorheen. Kasper heeft een lieve welpje, Emma heeft een mevrouw Bonnet. Zonder onze knuffeldieren zouden we maar eenzaam zijn. Vliegen met z'n twee, als je wilt, mag jij dan mee. Vliegen met z'n twee, Kasper en Emma vliegen mee. Slaapkopjes. Wachten jullie hier terwijl wij ontbijten? Wat is dat voor ontbijt? Nou, ik denk niet dat je dit kan eten, Kasper. We oefenen een project voor school. Ja, dus jullie moeten nog even wachten met ontbijten, oké? Okay? Willen jullie kijken? Goed opletten, hè? Oké. De buitenkant van de vulkaan is nu wel klaar. Dan kunnen we aan de binnenkant beginnen. Toch, Siri? Ja. Oké dan. We beginnen met baking soda. Wil je er een eetlepel van in doen? Dan pak je een eetlepel afwasmiddel. Die mag daarbij. Goed. Het is plakkerig. Ja, nu mag je roeren. Oké. Nu mag het water erbij. Beetje bij beetje. En mengen maar. Ja, dat is goed gemengd. Nu de glitters erbij? Ja, doe de glitters er maar bij. Heel goed, Siri. Nog meer glitters? Klein beetje meer. Dat is genoeg. Dan mag je nu de kleurstof erbij doen. Een paar druppeltjes is al genoeg. Zoiets denk ik. Super. Dan mag je meer gaan mengen. Mogen we jullie helpen? Dit is Siri's schoolproject, dus blijf maar even kijken. Begint het met de trechter in de vulkaan. Wat een mooie kleur, hè? Heel erg mooi. Zo. Is hij klaar? Ja. En nu, Siri, Kasper en Emma. Nu gaan we kijken wat er gebeurt. Veiligheid voorop. Dus eerst je veiligheidsbril op. Heel goed. Waarom hebben wij geen brillen? Ik heb er maar twee gekregen van school. Ja, moest mijn papa of mama oefenen. Kijk maar vanaf daar. Dan mogen jullie een andere keer. Kom maar, Siri. Kom maar. Daar komt hij, hoor. Kasper en Emma. Ja. Ben je er klaar voor, Siri? Ja. Ik ben er ook klaar voor. Iedereen klaar. Daar gaan we. Zo, let op. Zag je dat, Welpje?
Siri heeft lava gemaakt. Maar dat was toch geen echte lava? Oh, ik vond het alleen niet eerlijk dat Kasper en Emma niet mochten meehelpen. Ja, maar ze konden het wel goed zien. En het was veiliger, want er kon er geen lava op ze komen. Met die veiligheidsbril leek Siri op een echte wetenschapper. Wat doen wetenschappers eigenlijk? Wetenschappers experimenteren om te kijken wat er gebeurt. Oh, dat klinkt niet zo moeilijk. Nee, maar het is wel heel erg belangrijk dat ze voorzichtig te werk gaan. Ah, joh, dat is ook makkelijk. Ik ben altijd voorzichtig. Want als je ook maar één klein foutje maakt... Dan blaft de boel. Dat was niet grappig. Sorry, Melpje. Je zou een hele goede wetenschapper zijn. Dit is saai, Kasper. Ik wil ook van die experimenten doen. Het zag er wel gevaarlijk uit. Niet met een bril op. Heb je duikbrillen? Ja, kijk maar. Dat is 1 en 2. Nu alleen nog een experiment. Ja, we hebben al die dingen nodig. Ik ga het aan je papa vragen. Ik kom er zo aan. Mama zei veiligheid voorop. Slim. Ja, veiligheid is belangrijk. Zo'n doos had Siri ook. Ja, maar ons experiment gaat een heel klein beetje anders zijn. Vandaag blazen we deze objecten op. Ballonnen? Huh? Wacht nou maar af, dit wordt superleuk. Eentje hier. Eentje daar. Zal ik ze dichtknopen? En zo. Als jullie de ballonnen ergens wegleggen waar ze niet weg kunnen waaien. Ja, een veilige plek. Misschien daar bij mevrouw Konijn en Welpje. Zin in? Ja, heel veel zin in. Oké, laten we hiermee beginnen. Baking soda. Of nee, we moeten eigenlijk met de azijn beginnen. Ja, de azijn moet als eerste. Je kan hier aan ruiken, maar het ruikt niet zo heel lekker. Eetlepeltje baking soda. Dan moet deze overheen. Wat is dat? En zo. Een hand. Wauw, ik heb een hand. Ik ben een hand. Oei. Oei. Oh, nee, nee, nee. Giet dit hierin. Zo. Dat is wel genoeg. En dan nu dit. Beetje extra voor het lol, hè? En schudden maar. Ben je er klaar voor, Kasper? Ja. Doe maar een stapje naar achter, want dit kan gevaarlijk worden. Oh, kijk, Emmer, dat is cool. Oh. Hij blaast helemaal uit zichzelf op. Helemaal uit zichzelf. Maar ik weet nog iets veel coolers. Wil jij een ballon pakken bij mevrouw Konijn en Welpje? Pak die groene maar. Zo dan. Voel je een verschil? Deze is zwaarder dan de andere. Ja, weet je ook waarom? Onze chemische reactie heeft ervoor gezorgd dat er gas ontstond. En dit gas weegt minder dan lucht. Mevrouw Konijn,
Ik houd het niet veel langer vol. Kom op, Helpje. Hou hem stevig vast. Ja, maar hij trekt me mee. Laat hem los. Ja, die van mij vliegt ook weg. Oh, gelukkig vliegen ze nu samen. Het is super belangrijk dat kinderen zo'n experiment niet zonder hun ouders doen, Emma. Weet ik. Dat zei de vader van Casper ook al. Beloof je me dat? Ja, dat beloof ik. Tijd om te gaan slapen, dus doe je ogen dicht. Kijk, de zon is onder, alleen de maan geeft licht. Ga maar lekker dromen van deze mooie dag. Dan word je morgen zeker weer wakker met een lach. Droom maar over Casper, dan droomt hij met je mee. Droom maar over spelen, lekker met z'n twee. Droom van avonturen en droom maar over pret. Want er kan niets gebeuren hier veilig. Want wij blijven altijd bij elkaar.